Oké, lieve mensen, vandaag gaan we weer metaaldetectoren. Ik was hier gisteren ook al even. Er is hier een groot festival geweest. En ja, we gaan weer even schatgraven met Gert. En gisteren had ik 69 muntjes en de nodige andere dingetjes. Dus ja, we gaan er weer even op los en kijken dat we weer even wat leuke vondsten doen. Hopelijk wat zilver en goud. Maar de hoofdzaak zal wel euromuntjes zijn. En we gaan vandaag met de Technetics. En ja, die bevalt me op het heden vrij goed. Vrij lichte machine, grote display. En ja, op dit soort dingetjes wil je veel slingeren en veel vinden. So, let's go! De eerste vondst, daar staat mijn auto. Ik ben er nog niet een paar meter vanaf. En gelijk de eerste hit, 50 cent. Dat, ja, hier hebben tentjes gestaan en alles. En veel spul verloren. Er zijn geloof ik 20.000 mensen geweest. Zo, ja, veelbelovend. En we gaan verder. Ik neem niet elke euromunt op. Maar zodra ik weer wat leuks vind, dan maken we weer een shot. Zo, dit is in de pocket. Here we go. Even zoeken, toch weer wat muntjes. Maar ik vond dit wel een leuke. Hier lagen 2 euromuntjes. En ja, mooi meegenomen. Eens kijken dat er nog meer ligt. Toch weer 4 euro. Nee, dit is hem. Nou, tot de volgende vondst. Nou, hier heb ik metaaldetector niet voor nodig. Deze liggen gewoon hier in het gras. En ja, het zijn ook geen euro's. Het is een buitenlandse munt. Ik zie zo snel niet wat het is. Het zijn, het lijken wel Turkse muntjes, hè? Maar ja, mooie vondst, buitenlandse muntjes. Zijn het ook veel buitenlandse festivalgangers geweest. Zo, ja, die vind je dan. Zo, mooie vondst. Oké, dan gaan we weer even een stukje filmen. Hele tijd niks. Ik had even een stukje omgelopen. En ja, mensen houden je aan de praat. Zijn allemaal nieuwsgierig wat je vindt. Ik denk, ga even terug waar mijn auto staat hier. En toch even zoeken. En wat vinden we? Een mobiele telefoon. Ja, nou prima. Mijn zoon zal er blij mee zijn, want die haalt meestal het alle goud. En hoe ouder het toestel, vaak hoe meer goud erin zit. Dus ja, hartstikke leuk. Nou, daar gaan we weer. Tussen de bomen. Nou ja, grote batterij. Dit is de derde al die ik vind nu. En die gaan we natuurlijk even in de chemobak gooien en weg met dat ding. Dat is hier weer uit de natuur. Zo, we gaan weer verder. Leuk. De trekker is ook al begonnen, hè? Ik heb al meerdere gezien, maar deze zat hier mooi. Zo, ik ga bijna stoppen. Straks naar de auto en dan kunnen we de roundup zien. Het is heel moeilijk zoeken vandaag. Ik weet niet wat het is. Ik vind wel wat dingen, maar het gaat niet echt snel. Zo, van een klein stukje lopen naar de auto en dan is het finito. Oké. Ja, we gaan stoppen voor vandaag. Het is 3:30. Zin aan een bakje koffie en een stukje brood. Ik moet vanavond ook nog even aan het werk. Nou, dit waren de vondsten, de muntjes. Het viel een beetje tegen. Gisteren had ik nogal wat meer. Ja, er zijn niet meer mensen aan het zoeken, dus ja, het dunt natuurlijk al een beetje uit. Ja, de nodige rotzooi. Je ziet het wel. Wat leuk is, is natuurlijk de mobiel. En ik haal de nodige batterijen uit de natuur weg. Nou ja, je ziet het, het is van alles en nog wat. Dus dat kan allemaal in de schrootemmer. Zo, dit was het voor deze keer. We gaan voor de volgende keer. Zal ik zien, ik weer een filmpje maken. Ik heb een tijdje niet zo goed kunnen praten. Ik was verkouden, dus ik was vrij hees. En, nou, dit was dan weer schatsgraven met Gert. En tot de volgende keer. Mensen, nou de samenvatting even van wat ik heb gevonden. Ik was 3 dagen aan het zoeken. Vrijdagmiddag, misschien een uurtje, 2 uurtjes, had ik de meeste eurovondsten. Zaterdags, smiddags even 2 uurtjes en zondagmorgen ook 2 uurtjes. En ja, overal was het wel een redelijke vondst van het festival op de Groenster. Dus mooi meegenomen. Nou, hier hebben we dan de euromuntjes. In totaal had ik 93 stuks. En ja, op zich wel goed. Vorig jaar was het heel mooi weer, dus toen hebben de mensen veel meer buiten geweest. Hebben we veel meer aan euro's gevonden. Mooi. Zondag toch nog wat juweeltjes. 2 ringen. Niet echt nep, maar wel leuk. Een ja, roesterstaalachtig ringetje met steentjes. En een koperen ring met ook wat ja, groene steentjes.
We hadden een hanger, een oorbel en nog een oorbel, ook van koper, dus het is allemaal nep. Wat eigenlijk de mooiste vond waren de buitenlandse munten. Ik had vier, naar mijn weten, deze vier, Bulgaars, tenminste een Oost-Europees, die hoort daarbij. Zo. We hadden een 5 gulden munt, uit de guldenperiode. Ik dacht eerst dat 50 cent was, maar het was een 5 gulden. Twee keer 20 pence, komt van Engeland, lagen bij elkaar. Ik denk dat ze er al wat langer lagen, dus ik denk dat het van vorig jaar was. Maar toch nog gevonden. En eigenlijk de mooiste munt vind ik, dat was de 2 Zwitserse frank. Helemaal als nieuw, achterkant ook. Ik heb ze zelf ook meerdere van, maar dan nog ouder en dan van het zilver. Maar deze was wel mooi. Dus in de moot genomen op Groenster was het toch weer succesvol zoeken. Er zijn veel mensen geweest, dus dan vind je ook altijd wel wat. Zo, dit was het weer. Tot de volgende keer. En dan gaan we weer verder schatgraven met Gert.